Mijn naam is Dosker, met een D van Dirk. Is je EGO of zo? Ja. Ja. En dan, dan heb ik eigenlijk in de situatie een belangrijke vraag. Bent u als rechter dus bevoegd om dus mijn zaak dus zeg maar te doen? En vooral ook aan het betreffende het feit dat ik dus nu in deze hele situatie die ik heb meegemaakt, het verdedigen dat ik ben zeg maar kan doorwerken. Ja. Als zij dus het verhaal opnemen, dan gaat het dus als ze zijn naar de volgende kantonrechter, die daar zeg maar mee aan de gang gaat. En dan gaat het als ze zijn naar de volgende kantonrechter die dan de besluitvorming neemt. Uiteraard heb ik hier dus het een en ander inzitten waar ik het daar kort samengevat met u over wil hebben. Maar het is wel zo, welke rechter kan ik in principe op een bepaald moment aanspraak stellen voor hetgeen wat mij dus de afgelopen 16 jaar zo overkomen is. Als het systeem dat dus uit het toe mij gaat dragen, dat hij dat u voor mij zit, ik leg het u voor, hè, dat heeft hier schrijf ik in het proces verbaal enigszins goed op. En misschien ben jij er wel zo goed op, en dat de rechter in principe uiteraard een vonnis wijst, terwijl dus de rivier helemaal niet meer op durf te tekenen. En dat is een lang verhaal kort te maken. Ik heb dus eigenlijk nu een situatie meegemaakt waarvan ik dus moet zeggen, ja, rechter 1, rechter 2 en rechter 3, welke rechter gaat u in principe de puin op een groter maken? Laat ik zo nog wel samenvatten. Nou, u heeft me al een aantal keer horen zeggen tegen allerlei andere mensen hier in de zaal dat ik niet de behandelend rechter zou zijn in de zaak. Dat is een andere kantonrechter. En die kantonrechter, die de zaak na vandaag behandelt, zal ook degene zijn die vonnis wijst in deze zaak van u. Ja, dus u weet nou in principe voor mij, zeg maar, min of meer een aanvoer van de Hermans, Jongerjan en Wieseborg en Rogier. Ik weet niet. Jullie gaan achter mij zitten. Meneer Schuin, achter u, dat is een collega van mij. Wat zeg je? Meneer Schuin, achter u is een collega van mij. Oh nee, dat is goed hoor. Ik dacht dat er misschien een door de deurwaarder was, die eigenlijk in principe aangeeft dat ze dus uit de twee bedrijfsvoeren bestaan, maar ze bestaan dus uit vier. Dat is een andere vraag. Ik had het u inderdaad eventjes kunnen... Nee hoor, oké. Collega introduceren. Ik heb hier voor me liggen een dagvaarding en ik heb ook voor me liggen andere stukken die in het dossier zitten. Dat zijn printouts van e-mails. Van uw afkomstig, neem ik aan. Ja, dat ligt dan welke richting ze uitgaan. Nou, u mag ze komen bekijken. U mag komen kijken of dit klopt wat hier ligt. Nou, meestal liever papier niet, dus dat is meestal klopt. Want het zijn nou verschillende. Ja, dat klopt. Ik wil u ook even kijken of dit volledig is en of ze sommige leken een overlap te tonen. Die heeft zelfs een heel dossier, wat in principe dus bij mij gestempeld in mijn bezit is. Dat heb zij dus een zaak behandeld waar ook mijn dochter in zit. Hè? Want mijn dochter zit natuurlijk ook al zo'n 16 jaar in de rotzooi die dus daar in principe de rechtspraak veroorzaakt heeft. Laat ik het zo maar kort samenvatten. En als dan hele dossiers verdwijnen en de rechter doet uit dat dan in principe een zaak van mijn dochter die zeg maar 50 minuten duurt. Zonder ook maar één stuk daarvan te hebben. En dat dan een uitspraak doet hij die dus uit de griffier niet eens durft te ondertekenen. Met daarbij dan uit het komende, hè, dat ze dus uit het na, dus de zaak van mijn dochter behandeld hebben, mijn zaak doet. En dan pas na een half uur zegt dat zij dus het dossier van mijn dochter helemaal niet in bezit had. Dan vraag ik me ook af hoe een rechter dan zo'n zaak heeft kunnen behandelen. Hè, dus met andere woorden, de papierwinkel die moet uit dat in principe wel kloppend zijn. Precies, nou daar zijn we het over eens, dat is gewoon kloppend. Maar u zegt dat er is nog meer. Ja, er is veel meer. Hè? Alleen een lang verhaal kort te maken. Hè? Dit heb ik uit, in principe kort samengevat uit een dossier gehaald over 16 jaar rechtspraak. Ja, dat is dus het zijn 360 ordners. Dit is dus in een bepaalde hoedanigheid neusje van de zalm. En dat houdt dus in dat alle voorgangers
laten we zeggen, uit dat van 16 oktober 2001 tot en met heden, laten we zeggen, 20 juni 2017, uitspraken gedaan hebben, waarvan je zou kunnen zeggen, als een aap dus in die hoedanigheid plaatjes kan kijken, zou hij de vergelijking kunnen trekken. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat rechters die zulke uitspraken gedaan hebben, daar compleet mensenlevens mee verziekt hebben, waarbij ik moet zeggen dat het leven van mijn dochter in principe dus tot heden niet buiten mijn naam al 16 jaar vernacheld wordt, opzettelijk. Uiteraard waar het dus nu hoofdzakelijk om zou gaan en gaat, is natuurlijk de zaak van de woningcorporatie Woonzorg, want daar gaat het natuurlijk in principe om. Ik heb een aantal keren uw dochter noemen en dat u daar heel erg boos over bent. Nou, meer is boos. Maar zij heeft dus ook in principe de afgelopen maanden dus uit dat een aantal maanden de huur moeten betalen. En dan komen we dus bij het heikele punt, dat dus uit dat in die hoedanigheid ik nu hier zit, omdat eigenlijk uw voorganger mevrouw B.G. Zeven de Vries werkzaam als rechter, althans als gedetacheerd rechter, want ze was dus in een bepaalde hoedanigheid rechercheofficier van justitie in Den Haag, maar ze is dus uiteraard ingehuurd door het CFVB in Utrecht om dus die zaak, laten we zeggen, opzettelijk te vernachelen, heb ze ook gedaan, en vandaar dat we dus nu uiteraard hier weer zitten, omdat de problematiek natuurlijk zich steeds verder ontwikkelt als een olievlek op de oceaan, zeg maar. Ja, precies. En als we nou terugbrengen naar waar deze zaak over gaat. Wat wilt u over deze zaak vandaag zeggen? Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Deze zaak is ontstaan zuiver uit het punt dat uw voorgangers, dus laten we zeggen misdrijvenplegers en in deze hoedanigheid dus het UWV, volledig ruimte en uiteraard ontsnappingsmogelijkheden gekregen hebben en het doorzetten van misdrijven uiteraard vanaf in lengte van jaren om aan te geven dat als zij dus uiteraard op de juiste wijze recht hadden gesproken, had u en ik hier op dit moment niet gezeten om dus uiteraard de situatie als zij de huur niet kunnen betalen als oorsprong. De fout ligt volgens u bij het UWV. En als die geen fout hadden gemaakt, hadden we hier vandaag niet. Nou, we kunnen ze ook omdraaien. Uiteraard, de misdrijven worden toegepast door het UWV. En ze zijn dus toegelaten, dus uiteraard onder andere door G van 7 de Vries, B Liefting Voogd en MC van Recht. Die hebben dus alle. Dit is niet de eerste huis waar het om gaat. Dit is in principe nummer 4 waar het om gaat. En in zijn totaliteit vanaf 2001 26 huizen die ik opgebouwd heb. En in principe door de rechtspraak eigenlijk bijna allemaal zijn weggesloten. Zal ik het zo zeggen. En nou is eigenlijk een belangrijke vraag die bij mij opkomt. Dat u verwijst in. Ik heb uw mails gelezen. Ja. En verwijst in een van uw mails, zegt u, zoals u ook heeft kunnen lezen in mijn pleidooi. Maar, kijk, u hebt me al een aantal keer horen zeggen tegen allemaal aanwezigen hier. Ik ga vandaag niet inhoudelijk uw zaak behandelen. Laat staan dat ik ga zeggen wat ik ervan vind, want dat doet er helemaal niet toe. Ik ben niet uw behandelend rechter. Maar ik probeer te zorgen dat het dossier compleet is. Dus ik probeer nu met u te bespreken. Het pleidooi waar u naar verwijst, is dat nog een ander schriftelijk stuk wat u nog bij wilt doen? Of wilt u behalve deze mails nog graag een aanvullend schriftelijk antwoord geven? Dan zou ik u een uitstel voor kunnen geven. Of zegt u, alles is compleet? Of zegt u, maar drie woorden aan toevoegen, die zetten we even in proces. Maar het is allemaal mogelijk. Het is natuurlijk in principe nog lang niet compleet. Het is alleen zo, in hoeverre wil u uiteraard teruggaan in situaties waarbij dus collega-rechters, zeg maar, dus uitspraken gedaan hebben, die dus loodrecht hebben gestaan op de waarheid en de realiteit, wat dus in principe misdrijvenplegers als UWV hebben veroorzaakt in lengte van jaren, wat dus eigenlijk in principe tot en met december 2016 is afgedekt door rechters, die dus op degoutante wijze deze misdrijvenplegers als zijn de UWV in de hoogste regionen hebben afgedekt, waarvan je kunt zeggen, nou, onbegrijpelijk dat het heeft kunnen plaatsvinden, maar het heeft plaatsgevonden. Ja, dus zegt eigenlijk, de vraag is voor u of de rechter wil kijken naar dingen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Laat ik zo zeggen, of dat het punt is van wil kijken, weet ik niet. Ik heb uiteraard, om zeg maar, u tegemoet te komen aan dus het punt van bewijzen of uiteraard situaties aanreiken. Ik heb dus onder andere G van 7 de Vries 5 ordners met uiteraard alle stukken gegeven, waar ik er dus nu in principe nog 1 van over heb gehouden. Want je kunt het in principe natuurlijk steeds meer af gaan voeren. Straks heb ik er nog maar 1 nodig en er zit alles er dus in principe in. Maar ik heb dus uiteraard aangeboden om dus in die hoedanigheid te zeggen, kijk, dit zijn dus eigenlijk alle leidraden die dus naar een cirkel van 360 graden inkomen waar alle rotzooi in zit. Dus ze had alles wat dus iedereen heeft toegepast opzettelijk in samenzweringsconstructie en zei het al niet meer. En ik kreeg dus uit dat ook meester G van 7 de Vries niet als zijnde de rechter die dus de uitspraak mee deed, maar dat was dus een meester Hilders van Hagen. En die gaf alleen maar aan dat meneer Rietveld het UWV heeft gewonnen en de zaak is voor ons klaar. Ja,
Nou, kort samengevat, hij is natuurlijk helemaal niet klaar. En ja, we zitten hier nu eigenlijk weer. Dus wat wilt u vandaag in deze zaak? Nou, laat ik zo zeggen, uiteraard dat er op een bepaalde manier dus een situatie komt dat dus een rechter voor het eerst dus artikel 162 strafvordering gaat toepassen. Ja. En het houdt in dat er dus onverwijld uiteraard strafaangifte gedaan moet worden. Ja. Wegens dus in lengte van jaren strafbare feiten kunnen toepassen. Hè, met het oogpunt dat alle rechters die ik tot heden toe gehad heb, op een enkeling na, dus eigenlijk in hoedanigheid alles hebben afgedekt. Wat vanaf 2001, en dat was dus de eerste zaak bij Rondel 98. 59 dode eisers, bij mij 4 ton beslag konden leggen. En ook tot heden ten dagen, laten we zeggen juni 2017, zijn dus die deurwaarders nog steeds in staat om dus te slopen. Wat ze dus eigenlijk al 10, 12 jaar doen. En een lang verhaal kort te maken. Het Openbaar Ministerie in Haarlem, hè, met meester Mut eigenlijk zijn principe als de leidraad van alles. Die hebben dus alles af weten te dekken. Die hebben gezorgd dat er in ieder geval geen strafaangifte meer kon doen. Tot en met heden, nagelang ik nu in Amsterdam woonachtig ben. En dus eigenlijk niet zoveel grip meer op de situaties in het verleden bij politie Noord-Holland-Noord. Er zijn nu goede strafaangiftes gedaan. En uit dat als nu de rechtbank in Amsterdam, waar u dus eigenlijk nu een onderdeel van bent, de zaak in een juiste positie wil krijgen en moet krijgen, dan zeg ik artikel 162 strafvordering toepassen. Dat is duidelijk. Volgens mij begrijp ik u nu. Mijn voorstel is dat ik dat even dicteer aan de griffier. Dat de griffier dat opschrijft, dat komt in een procesverbaal. Ja. En dat komt bij de stukken die u al had. En dat samen dan vormt het antwoord op de dagvaarding en wordt dan door de inhoudelijke rechter verder bekeken. Dat is mijn voorstel. Zal ik het zo even doen? Ja, en uiteraard als ik... Laat u even naar wat ik nu ga dicteren. Ja. Ik verwijs naar de e-mails die in uitgeprinte vorm al in uw dossier zitten. Punt. Ja, ik mis daar wel op deel. U mag eerst even luisteren en u kunt dat aan. Ja. Ik heb zojuist bekeken wat zich in uw dossier bevindt en dat is inderdaad wat ik voorafgaand aan deze zitting in deze zaak aan de rechtbank heb opgestuurd. Punt. Nu regel. Wat ik wil in deze zaak formaat is dat er aangifte wordt gedaan op basis van artikel 162 strafvordering. Ja, klopt. Dat is waar het nu om gaat. Ja. Ja. Als we dit nou eens gewoon zo in het dossier stoppen. Dit wordt straks, we gaan altijd nog even spellingstekst overheen, maar verder is dit. Wordt door de griffier en mij ondertekend. Dat gaat dan als verslag van deze zitting in uw dossier. Dus alleen dit stuk over u natuurlijk. Ja. Al die stukken van al die andere mensen. Ja. Eigen dossiers. Dan gaat het behandelen kantonrechter. Ik weet nu nog niet wie dat is. Dat gaat gewoon op basis. Die gaat dan naar uw zaak kijken. Die gaat beslissen hoe uw zaak verder zal gaan. Ja. Daarover krijgt u een brief thuis. Want ik wil even aangeven, hè, wat ik dus mis is het stuk wat dus uiteraard door de rechtbank in Den Haag, nagelang als president van de Maarten, naar mijn idee is hier integer president, dus een zaak heeft gedaan ten opzichte van buitenlandse zaken, hè, wat dus eigenlijk ook in samenwerkingsconstructie met UWV en deurwaarders heeft plaatsgevonden, laat ik het zo maar zeggen. Dat hele gebeuren wat ik dus aan de president van de Maarten gestuurd heb, dat zit er dus bij hetgeen wat u mij heeft laten zien niet bij. Moet dat er nog bij voor deze zaak? Dat moet er zeer zeker bij, want dat is dan, meer belangrijk wat er nu in zit. Dan wil ik u graag een uitstel geven om dat nog aan te vullen. Hoe lang heeft u ervoor nodig om dat op te stellen? Nou, in principe dat heb u overmorgen al binnen als ik dat zou willen. Ja, nou, dan zal ik u een week geven. Is dat ja, dat is prima. Krijgt u een week uitstel voor het aanvullen van uw antwoord. Want u heeft dan met dit proces bepaald en de stukken die er al zijn, heeft u al een antwoord, maar dat vult u dan aan met dat document wat u nu noemt. Precies. U krijgt er ook een brief thuis. Ik schrijf ook even op, 1 week voor aanvulling. Daarin wordt dan nog uitgelegd. Leest u dat goed, dan weet u hoe het verder zal gaan met uw zaak. Ja. Daarin staat dat u die week heeft voor aanvulling, dat dient u in. En daarna krijgt u weer, met 2 weken, kijk even met de 2 weken na dit aanvullend antwoord, krijgt u weer een brief thuis. Hoe het verder zal gaan. Ja, en laten we er wel geen misverstanden over laten bestaan. Hè. Uiteraard dat ik ook in een goede lijn, dus met de woonzorg, zeg maar, hè, de situatie heb. Uiteraard dat er dus al betaald had moeten worden vanaf de maand maart, zeg maar, kort samenwacht. Dan was er uiteraard ook mijn dochter niet meer toen in staat, op een bepaalde manier. He, dus dat er geen enkele situatie ontstaan is, dat ik dus eigenlijk tegen de woonzorg of in die hoedanigheid dus een
1% situatie. Ik zeg van nou, er is geen goede wil om te betalen. Wil je dat even toegevoegd hebben? Ja, dat wil ik even toegevoegd hebben. Ja. Ik wil nog toevoegen dat ik uiteraard erken dat het bedrag aan woonzorg moet worden betaald. Ja. Dus daar zit het probleem niet. Dat is het probleem niet. Ja. Punt. Dat is het probleem niet. Punt voor maand. Het probleem zit elders. Ja, het probleem dat heeft u uitgebreid gezegd en dat heeft u ook hier. Dus ik wil nog even kort de situatie aan toevoegen. U zegt nu, ik krijg dus een brief thuis. Naargelang mijn ervaring, dat is de rechtbank in Alkmaar, zowel het Openbaar Ministerie in Haarlem, dus in staat is geweest om de laatste dagvaarding dus naar Indonesië te sturen, terwijl ik al 7 jaar in Nederland woon, wil ik even aangeven. Het adres waar ik naartoe sta is dat de Pieter Gellendlaan 3. Ja? Okay. Ja, dat staat gewoon in het dossier inderdaad, dat je kan dat zien. Pieter Gellendlaan? Ja, oké, dat is goed. 93C. Maar ik zou het zeggen, ik vraag het expliciet om de dood eenvoudige reden dat UWV dus in staat is geweest tot met zeg maar mei 2017. Alle stukken die dus van toepassing waren om dus uit de goede bezaak in goede lijn, die liggen dus nu op de poortgarding in Baden. Dus dat is onder andere een van de oorzaken, laat ik het zo maar kort samenvatten. Het is belangrijk dat het stuk op de goede plek terecht. Ik dacht het wel, ja. Nou, dank voor je komst. Oké, ik dank u uiteraard voor het hele toezo, dit hetgeen het plaatsgevonden heeft. Ja, dag verder. Oké, u ook.